Goeiedag allemaal, het is vandaag donderdag 30 december, het einde van het jaar nadert. En vandaag wou ik het hebben over de profielwerkstukken. Want ik zit na te kijken. Ik heb 4 profielwerkstukken die ik heb begeleid en nu moet nakijken. En ja, soms is het, valt het mee, soms valt het tegen. En ik wou vandaag eigenlijk hebben over wat is nou goed of wat is nou minder goed aan een profielwerkstuk. En dat heeft ook vooral met diepgang te maken. En wat is nou diepgang? Kijk, je kiest een onderwerp en daar ga je dan een beetje op inlezen. Van wat is hier eigenlijk over te zeggen, over te vragen, over te vertellen. En dan moet je een vraag stellen. En daarna moet je dus een beetje diepgang proberen te creëren. Nou, wat is nou diepgang? Het heeft te maken met doorvragen van maar hoe zit het dan? Of zijn er nog andere variaties? Of is er een detail waar je op in kan gaan? Het heeft ook te maken met een beetje overstijgend kijken naar wat is er in de wereld nog meer te koop op dit gebied. En historische ondergrond geven of economische achtergrond geven of persoonlijke privé achtergrond geven door mensen te interviewen. Ja, diepgang is vooral een kwestie van doorvragen van maar waarom en hoe zit dat en grotere verbanden of juist kleinere details. En als je een profielwerkstuk wil schrijven dat een beetje goed is, dan moet je dus daar op verder gaan. En dat is diepgang. En dat lukt niet iedereen. Soms denk ik ook van, had ik daar als begeleider misschien meer achteraan moeten zitten. Maar ja, in de haast der dingen kun je eigenlijk pas na afloop een beetje zeggen van, ja, dit had meer diepgang gevraagd. En misschien moeten we leerlingen in de derde klas bij de werkstukken ook wel een beetje aanduiden van wat nou eigenlijk diepgang is. Ik heb ook een paar hele mooie profielwerkstukken, dus daar ben ik hartstikke trots op. En we gaan nog even verder met corrigeren daarvan en nakijken. En daarna moet ik het PTA nog nakijken. Dus ja, vakantie. Het is wel vakantie, maar iemand in het onderwijs heeft nooit echt vakantie natuurlijk. Oké, tot morgen weer. Dag!